Goedemorgen. Onze kleine meid was wakker om 5 uur. 5 uur? Ik denk dat we nog nooit zo vroeg hebben gehad, 5 uur. Als in dat zij dacht dat de dag begonnen was. We hebben 6 uur gehad, behalve 6. Denk je dat echt dat de dag begon? Ja, denk ik echt. Het was zo, toen duurde het nog een uur. Lekker. Toen hebben we er bij ons op bed gelegd. Ik heb, weet je wat er werkte? Ik heb de rug een beetje te krabben en misschien toen ze weer slaap gevallen. Ze was echt niet te slaap te krijgen, maar dat heeft gewerkt. Dus tip voor anderen. Ja, en is het 7 uur. Maar verder daarvoor had ze wel heel goed doorgeslapen. Maar toch, 5. Ik kan nu staan slapen. Oh. Ik ga iets nieuws doen. Ik ga oppakken mandelmelk. Schrijven wanneer die geopend is. Wat gek van, ik hou het nooit bij wanneer. En dan sta ik de koelkast aan het twijfelen. Van, hoe oud is het? Ik ga het nu doen. Ik heb net deze gemaakt. Chia puddingjes. Met mango. Ik ben heel benieuwd. Basically bevroren mango met amandelmelk en chia, zeg maar die gemixt en daarna chiazaadjes erbij en dan in de koelkast 20 minuten. Ja. Oké, ik ga wortelmuffins maken voor deze kleine meid. En voor ons natuurlijk. Ja. Worteltjes. Worteltjes! Ik ben de worteltjes aan het koken en ik maak hier appelmoes om in plaats van olie appelmoes te gebruiken. Wat is de rest daarvan? Het is wel bloem en dan heb ik appelmoes als olie en dan gepureerde wortel en een ei. En kaneel? Ja, en kaneel. Ik heb dus niet echt mini muffin pans, maar ik heb wel deze. Dus als ik het nou hierin doe, wordt het ook een soort van muffin denk ik. Ja, leuk hè? Ja. Goed soort helemaal gek. Nee, maar dit kan je nog niet eten. Dus het is wel ei. Ik weet niet of dit echt een succes is. Ik vind ze een beetje gummy eruit zien. So, I get it. Het is zonder olie en boter en zo, maar... Nou jongens, sorry. Volgens mij zijn ze niet helemaal goed gelukt. Anja. Ik weet niet of die te warm is voor je nog. Is het chewy? Ik denk het. Oh, die zijn bloedheet. Blazen. Nou, volgens mij is het wel goed gekeurd. Oh yes. Oké, ondanks dat ik vind dat ze er wel, ja ik weet niet, ze zijn niet heel poefje of zo, is het bij Mila een groot succes. Ze zijn wel heel gezond. Ze zijn heel gezond. Er zit geen suiker in. Zo. Het is echt wortel, appel, ei en bloem. Oké, guys. We hebben definitief vakantiehuisje geboekt. Woo! Zin in. Dus we zijn voor huis nummer 2 gegaan. Echt heel erg zin in. Ja, het is voor een tijdje. We hebben nu definitief ook de datum van wanneer we overgaan. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe en wat. Dus ja. Het duurt echt nog even, dus we kunnen heel rustig aan onze spullen hier gaan verkopen, denk ik. Maar top toch? Ja, nee, maar niet dat we hoeven het niet in een week te doen. Het is letterlijk echt... Maar het is zo lekker dat we daar, en dan hebben we gewoon spullen. Dan kunnen we hier gaan rondspullen. Want wanneer moeten we dat anders doen? Ja. Want we hebben de spullen nodig. Ja, daarom. Maar ook met de katten, dan kunnen ze gewoon lekker rustig hier chillen. We komen elke dag hierheen, maar we slapen niet in de bouwherrie en in bouwstoffen. Ja. Zo. Dat is het fijnste, denk ik. Ze van half vakantiehuisje slapen, half hier zijn enzovoort. Die muffin is ook een groot. Wil je nog een? Ja, dit is zo'n grote, die is wat platter geworden. Dus dat was het laatste beetje. Ook in de grote vorm gedaan en zijn wat gepier. Jongens, we gaan weer een leuk iets maken voor de kleine sensory bottle. Wat je nodig hebt is een plastic flesje. Serieus, ik wil dit al zo lang doen, maar we hebben nooit plastic van dit soort grote plastic flesjes in huis. Ik heb toen die kleintjes. Die gemberschutjes. Maar dit wordt een grote met glitter en met olie. Dus wat je gaat doen is je neemt een flesje, wast hem. Deze komt uit vaatwasser. En die vul je voor de helft met olie. En dan doe je er glitters bij. Nou, wij hebben dit. Dit zijn glitters die horen bij het resin kitje. Waar zijn ze? Wat? De move-out. Boven, daar. We hebben dit kitje, die kwam bij een setje voor resin die ik kreeg voor het verjaardag gaf. En we hadden zoiets van, oké, welke kleur gebruiken we niet? Welke wil je nou uiteindelijk doen? Die gouden? Doen we goud of roze? Roze, eet ondertussen muffin. Ja,
Ja. We gaan deze erin doen. En dan de andere helft met water. Oké, we nemen deze. En ik heb hier deze olie. Dit is de slaapzacht massageolie. Daar kan Camille niet zo goed tegen. Die ruikt naar lavendel. Maar die kan ik dan mooi hiervoor gebruiken. Je kan ook een bak olie gebruiken of zo. Ik ga voor de helft vullen. Dit is een deukje. Ik had er twee. Welke is mooier? Nou, die heeft ook een deukje. Oké. Vullen met olie. Zo. Oh, dit ziet er nu al leuk uit. Nou, het hele flesje gaat erin. Oh, gossie. Ja, je favoriete boek. Oké, glitterneel kit. Oké, dan pakken we de glitters erbij. Oh. Nee. Nee, niks. Nee, no worry. We hebben besloten deze gouden glitters, die vinden we eigenlijk het minst mooi. Als in die gaan we toch niet gebruiken voor mijn zin. Erin te doen. Looking good. Ja, dan ga ik er nu water bij doen. Dop zit erop. En nu hebben we dit. Kijk, in de glitters en er zit nog een heel klein beetje lucht in. Ja, let op. Mila? Proef, kijk. Oh. Kijk eens hoe leuk. Pak hem maar. Ja, pak hem maar. Dat is van jou. Zal ik maar van andersom zetten? Maar eigenlijk moet je dan iets van kleurstof in... Ja, kan. Je kan kleurstof doen, je kan speeltjes erbij doen. Dan doe je kleurstof in het water. Ja, en dan verspreidt het ook. Als hij dan stilstaat, dan krijg je zo'n half-half. Ja. Vind je hem leuk, schat? Oké, ik heb als experiment een klein laagje olie gedaan en roze en dan in een klein flesje. Matig. Kijk wat je krijgt. Je krijgt een klein hompje aan glitter wat dan in dat kleine... En een beetje olie. Kijk jongens, er staat hier een goodie bag. Of zo'n pakket. Zo'n feel better pakket. Knuffels en een Uber knuffel erin. Proef heeft weer een Supreme sticker. Ik dacht dat we die hier op kunnen doen. Op het bakje van... Van Mila, dat is best grappig. Dit staat altijd op tafel. Eerst stond het nog in de kast en toen was het, ja, hoe are we feeling? We gebruiken dat ding de hele dag door. We zijn even aan het kijken naar al die boeken die we hebben. We hebben heel veel van die taschenboeken en zo en Risoli en ja, gewoon echt mooie boeken. En welke willen houden, welke niet. Ik kreeg er heel veel sneakerboeken. Zoals bijvoorbeeld die Ultimate Sneakerboek en zo. Ja, die gaan allemaal naar mijn kamer. Ja, die gaan allemaal, hij krijgt een boekenkast. Wat zijn die daar bovenop liggen? Magazines waar ik in sta. Ja. Oh. Het is zo lief, schatje. Oh. I can't handle. Steven Lisette komt zo. Ik heb even omgekleed. Het zat al bij eten op en zo. Kijk nou hoe cute. Oh, met je spekjes. Met je spekjes. En kijk jongens, ze gaat steeds vaker automatisch dus ook weer met haar benen naar voren. Dus dat is een goed teken. Kijk, hier gaat ze zo. Ja! Steven en Lisette zijn langs geweest. En het was heel gezellig. We hebben Eurovision, de film, op Netflix weer gekeken. Zo hilarisch die film. Echt de tweede keer dat we nu kijken. Wij willen het slapen, maar ik bedenk net dat ik morgen een meeting heb om 10. Waar mijn handen vrij belangrijk zijn. Dus mijn nagels zien er echt niet uit. Dus ik ga mijn nagels even snel doen. Even snel, zo snel. Met zo'n ledlamp dingetje, zodat het ook niet gaat stinken in de slaapkamer. Ja. Ja. Oké, ik zal geen bloed filmen, maar ik heb dus droog net mijn nagelriemen soort van geprobeerd weg te snijden. Ik heb 4 bloedende vingers nu. Normaal doe ik het met olie, maar ik dacht, ja, ik moet even, ja, weet je, geen tijd. En ga toch gelak doen. Ik dacht, doe het even droog. Grote fout. Okidoki, dit is echt het domst wat ik ooit heb gedaan met mijn nagels. Ik heb nu 4 nagels waar bloed uit blijft komen.
Ik ga natuurlijk niet meer mijn nagels kunnen doen nu. Want ja, dan doe je nagellak op en dan ja, wordt het gewoon één grote bende. Echt handig. Trouwens, ik moet ook mijn haar morgen wassen. Maar ik heb ook die afspraak. Dus ik denk dat ik deze look hou. Dit is morgen dag 4, denk ik. En dan gewoon een hoedje op doe of zo. Oh my god, het blijft ook maar gaan. Oh, het is sowieso eigenlijk niet handig om je nagelriem weg te snijden. Eigenlijk is het niet goed. Maar het is zo mooi crispy clean. Inmiddels ben ik bezig met pleisters, want we zijn een half uur verder en het bloed is nog steeds niet gestopt. Mag ik een tip geven? Als je pleisters om je vinger heen doet, doe dan zo'n knipje erin. Dan, ik kan wel even een niet bloederige vinger pakken. Dan kan je zeg maar zo plakken en dan zit het veel beter. Zo. Zo. Oké, ik wilde dus mooie nagels maken en nu zit ik met dit. Het houdt me niet op, dus ik heb er pleisters op gedaan. Ik vind het trouwens best cute eruit zien. Waar had ik die pleisters van? Not made with natural rubber latex. Oké, ik denk Walmart of zo. Best wel leuk. Ja, maar ik had gehoopt dat ik leuke nagels zou hebben nu, maar ja. Oh well. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer en welterusten alvast. Bye!